Marion laat ze nu echt voelen wat ze moet doen met haar handen. En laat ook voelen wat er gebeurt als Versie zijn hoofd laat zakken. Hoi, ik ben Marina, ik ben 12 jaar en ik ben blind. Dit is mijn leasepony Versie, hij is 24 jaar en elke donderdagochtend kunnen jullie een video verwachten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren! Hoi mensen, nou we zijn er en ik ga zo rijden en Marion gaat me een beetje helpen en zo. Met wat tips geven met mijn houding en zo. Nou, ik ga ze nu even uit de stal halen. Hoi Jochie. Kom. Nee. Ja, je bent lief. Oh, ik wil een kusje geven. Die halen ze helemaal niet meer. Nou, ik ga het even zoals de rond doen. Oh, dit is toch die van ons? Ja. Heb ik van Isabel een keer gekregen. Isabel, als je kijkt. Oh, even terug. Oh nee, ik kan het niet vinden. Oh, dit is niet zo goed in mijn video. En dan zit hij ook raar. Hij zit al. Nee, ik weet al. Zo. Hij staat achterstevoren. Minste buiten, achterstevoren, ondersteboven. Nou, dat niet. Zal ik de stang doen of doe jij hem? Dat doe ik. Nou. Oh, je bent echt een pijn. Ja, hij hoort het woord stang. Hij denkt snoet opzij. Kan maar kleiner? Ligt daar nog wat lekkers? Nou, neem mee. Zet hem wel wat strak, Marie, want van de week had je hem wel erg los gedaan. Loop eens door met je dikke billen. Ja, midden in mijn... Ja, maar nu zit hij weer zo los, maar ik had hem wel... Ah, ik doe hem zo wel eventjes. Ja, ik ga eens poetsen. Ga jij poetspullen maar pakken. Wat is jouw uitlesdag en mijn poetsdag? Ja. Zo, Marina krijgt nu de oordopjes in. Zodat ze wat aanwijzingen kan krijgen zonder dat Marion door de bak hoeft te gillen. Nou, Marion heeft zich inmiddels verstopt. Ja, achter. Kijk, daar staat ze. Ik wil even een paar woorden dragen. Nou. Het is 7 voeten. Wij gaan helemaal door, maar die kan weer niet maken. Dus je rijdt nu nog even door, want je bent bij de letter A. Ga daar maar door. Gewoon doorrijden. Ja, dat kan niet onderweg. We gaan, je moeder gaat straks opruimen. Daar hebben je moeder gewoon. Oh, jongens, hoor je dat? Jee. Ja. Marina gaat bij de letter C een volte maken. Je bent nu bij de letter C. Doorrijden. Daar begint de volte. Dit is heel netjes al iets te groot. Doorsturen. Goed zo. Oortje. Fijn dat die pony meekijkt. Ja. Kijk nu gewoon mee. Dan blijf je zo meteen even hoeslag als jij. Om alleen te hard gaan als de pony. Dat vindt Versie wel zelf. Een dimmetje. Oh, die went af. Dat is mooi. Mooi uit. Erg uit. Hou je buitenteugel wat strakker dan je binnen. En hou hem bij. En drijven en vang op met je handen. Vang zachtjes op met je handen. Beetje opvangen. Handen breed. Handen breder. Ze mogen naast de schouder en dan drijf je een beetje bij. Dat is echt naar je hand toe rijden wat je moet doen. En dat moet je gaan oefenen. En dat is moeilijk, want op het moment dat je naar je handen toe rijdt, ziet hij niks meer. Dus dan moet je goed luisteren waar je rijdt. Zo. Keurig. Hey. En mijn hand veranderen en enkele passen eraf voor even. Er is iemand ook een kleine proefje aan het oefenen. En Marion en Marina, die zijn samen aan het kletsen. Helaas kan ik niet horen wat. Haka, gebroken lijn, 5 meter. Ze laten het een en ander voelen. Zo, we zijn even van binnen naar buiten gegaan. Een beetje rust in de tent. Want jullie hebben gehoord hoe die vriendelijke meneer een proefje voorlas. Maar dan gaan we lekker even hier aan de slag.
Oortje is eruit. En Oortje zit er weer in. Zo, een stukje in galop, helemaal achterin de bak. Netjes hoor, hé. Inmiddels van hand veranderd. Stilstaan. Oh. Jammer dat we Marjon niet kunnen horen nu. Ik hoop dat jullie het een beetje horen. Percy mag niet zeuren, hij moet gewoon stilstaan. En moet luisteren naar wat Marina zegt. Geen idee wat ze nu gaan doen. Kijk of ik hier niet door het. Oh, handige. Oh ja, houding. Vlieg. Oeh, het zakt zijn hoofd nu. Is dat wel een vlieg of is hij in protest? Sorry, jullie missen even wat. Percy trekt zijn hoofd met een rotgang naar beneden. Marina trekt hem terug. En Marjon die pakt Marina de been. En poort Percy in zijn buik. Ze zegt, op die manier corrigeerde we hem daarop. Maar dat was echt een heel komisch gezicht. Ja, Marjon laat hem nu echt voelen wat ze moet doen met haar handen. En laat ook voelen wat er gebeurt als Percy zijn hoofd laat zakken. En dit moet Marina gaan herkennen, oefenen en uitvoeren. Ja, daar moet je toch wel sterk voor zijn voor die Percy volgens mij ook. Even weer een stukje glop. Oh, oh, scherp stellen.
Juist. Ja, yes. Ja, sterke pony. Hoe? Daar! Zacht voor de witte. Hij zakt ze helemaal. Kijk eens, jongens. Daar, Marina. En rennen. Hallo, hij loopt hier. Komt vandaan, hè? Yeeha! Kijk eens, hoe goed. Wauw. Met mijn laatste procent batterij heb ik hem hoor. Nou, hij zit wel in de verkeerde galop. Even terugschakelen, Marien. Even naar de draf. Even terug naar de draf. Rechtop zitten. Trek hem twee teugels. Terug in jouw tempo. Terug. Daar. En dan spring je nog een keer aan zometeen. Binnenbeen lang, buitenbeen naar achteren. Leg een klopje met je buitenbeen. Klopje met je buitenbeen. In de hoek. Hop. Buitenhand laag houden. Ja, buitenhand laag. Rechtop blijven zitten. Ik hoop dat nog lukt met jou. Ik weet niet of die nog... Ja. Teugels worden weer te lang. Je geeft te veel toe, Marina. Hou hem bij je. Ja. Ja hoor. Kijk. Oh, jammer van het beeld. Omdat het zo schemerig is. Goed hè. Maar we hebben het nog wel. Yes. Nou, ik ben echt heel goed geholpen door Marion en ik ben er ook echt heel blij mee. En ik ga dit ook vaker in de maand doen, twee keer in de maand. En weet je, ik dacht ook altijd dat ik echt heel goed kon rijden. Maar je merkt altijd dat je toch nog beter kan rijden dan dat je nu al kan. Dus ja, daar ben ik heel blij mee dat ik nu zo, dat ik zoveel kan leren nog en zo. En ja, ik heb het heel leuk gehad en nu ben ik echt moe. Maar ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en tot morgen. Joehoe! Nou, ook al geabonneerd? Doe dan een duimpje omhoog en bedankt voor het kijken. Doei!